In deze video wil ik jullie graag kort uitleggen waarom het niet meer heel erg verstandig is om na 8 uur 's avonds nog te eten. Nou, we kennen een dag. Ik zal een beetje uitleggen hoe zo'n dag gaat. 's Ochtends we staan op, we nemen ons ontbijt, we gaan naar ons werk toe, we hebben een tussendoortje, onze lunch, we hebben een dipje gedurende de dag, dus dan nemen we nog een lekker snackje of iets zoets. Dan komt het avondeten, we eten ons weer lekker vol. Misschien houden we wel toch een beetje stiekem in gedurende de dag om toch ja, overtollig vet niet binnen te krijgen. En dan komt de avond eraan en dat is voor de meeste mensen het moeilijkste. Je moet het zo zien, eigenlijk heb je dan al de hele dag proberen te doorstaan om niet aan de verleiding toe te geven. En als het avond wordt, dan wordt het ons toch allemaal een beetje moeilijk. Maar vaak is het dan ook nog zo dat we na het avondeten lekker op de bank ploffen en ons favoriete televisieprogramma gaan kijken. En dan is het toch wel heel erg lekker als we ook even lekker ons kunnen laten gaan op de bank. En ja, dan pakken we makkelijk een nootje, een chippy, een cookie of ja, iets anders lekker zoets wat maar net in de kast staat. We hebben eigenlijk altijd wel een goed excuus om 's avonds iets lekkers te eten. Lekker onder goede tijden of het is weekend, onder de voice een bakje chips erbij. Nou, noem maar op, we kennen het allemaal wel. Maar daar schuilt wat onder, want het is niet echt super slim om dat nog te doen na het avondeten. Waarom? Eigenlijk kun je het beste, als je zo'n snoepaanval hebt, kun je eigenlijk het beste plannen aan helemaal het begin van de dag. Want dan heb je eigenlijk nog de hele dag de kans om je calorieën te verbranden. Dan ga je nog van allerlei dingen doen. Je gaat misschien op de fiets boodschappen doen. Je moet nog naar je werk toe. Je gaat de kinderen ophalen van school. Of je gaat even lekker een rondje wandelen met de hond. En dan verbranden we toch weer wat calorieën. Maar als we 's avonds nou weer calorieën innemen, wat doen we in de avond nog? Niet zo heel erg veel meer. Vaak gaan we daarna slapen en naar bed. En wat doet ons lichaam automatisch als we gaan slapen en als we naar bed gaan? Ja, dan slaat het alles op wat niet meer verbrand is. Ons lichaam gaat alle voedingsstoffen wat die dag binnen is gekregen, gaat hij verwerken, gaat hij naar het lichaam sturen wat het nodig heeft, alle tekorten weer aanvullen, de tellers worden allemaal weer op nul gezet. En dan blijkt er in de nacht dat er wat vet over is, ja, wat niet meer verbrand is. Nou, dan denkt het lichaam, nou ja, dat is over dat vet. Hop, opslaan die handel. Van wie weet komt er ooit een hongersnood. En dan hebben we dat vet weer nodig. Dus wat doet het als je gaat slapen en je hebt net lekker een bak chips op? Dan denk maar als je die chips aan het eten bent, dat de volgende dag weer terug te zien is op ons lichaam. Maar gaat het natuurlijk niet zo snel, maar het gaat wel opslaan. Het wordt wel opgeslagen op je lichaam. En ja, daar kom je niet meer zo heel makkelijk vanaf. Want je verbrandt niks meer. Dus waarom is het niet handig om 's avonds na 8 uur nog te eten? Omdat het in de nacht, alles wat niet verbrand is, wordt weer opgeslagen op ons lichaam. En dan moeten we nog harder gaan sporten en nog meer op onze calorieën gaan letten. Om ja, dat bakje chips of die nootjes er weer af te halen. Wat wel misschien een tip is, tuurlijk ken ik het zelf ook als ik 's avonds lekker op de bank The Voice aan het kijken ben. Dat ik zin heb in iets zoets of iets lekkers. Dat pak ik altijd. Mijn favoriete waterijsje. Er zitten heel weinig calorieën in. Ik heb wel eventjes lekker wat zoetig in mijn mond om te zuigen. En ja, dan is je behoefte daarna ook weer gedaan. En dat scheelt al die overtollige calorieën die je dan in de nacht opslaat. Dus ik zou zeggen, ja, als je dan ergens zin in hebt, vooral met dit wat warmere weer in de zomer, heb gewoon wat waterijsjes in de vriezer. En als je dan die snijtrek hebt, pak je een lekker waterijsje. Bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, succes! Doeg!